Stefan Amazo, wat een geweldige voetbalavond. Het publiek heeft genoten. Hoe stond jij in het veld? Stond je ook te genieten? Ik moet zeggen dat er in de eerste helft een aantal mooie combinaties op de mat werden gelegd. We komen al snel op een 2-0 voorsprong. Dat gaf wel een heel lekker gevoel. Ja. Na die eerste kwartier dacht je wel van wat gebeurt hier wel allemaal. Dat dacht je dat zelf ook? Dat dacht ik zelf ook. Omdat bij ons leek wel of alles lukte. Vooraan met tikjes en hakjes. En een wervelende start, was dat ook de bedoeling voor jullie? Ja, ik denk dat wij altijd gemotiveerd aan de wedstrijd moeten beginnen. Dus we hebben Vitesse bij de keel gegrepen. En dat resulteerde voor ons in twee snelle doelpunten, wat altijd lekker spelen is. Wat was het grote verschil tussen jullie en Vitesse vandaag? Ja, ik denk mentaliteit, scherpte. Ik denk dat zij overal te laat waren. Waardoor je dan vroeg 2-0 achterkomt. En dan loop je achter de feiten aan. En voor ons is het net het omgekeerde. Ja, twee wedstrijden in 2015, twee keer winnen. Een heerlijke start, hè, zo. Dat is een mooie start van het nieuwe jaar en het biedt weer perspectief naar de toekomst toe. Zeker deze wedstrijd, als het zo door kan gaan, zou mooi zijn. Maar we moeten nu naar Dordrecht vrijdag en dat is een heel ander potje, denk ik. Ja, dan mis je Mark Oet, hè? Dat is wel erg vervelend. Ja, dat is onze topscorer, dus qua goals mis je daar natuurlijk wel wat. Maar ik denk dat wij in ons team een vervanger klaar hebben staan die dat aan kan. De keuze aan de trainer die hij gaat maken, wie hij daar gaat neerzetten. Vandaag was een van de andere vervangers Simon Tern, Blasse Martin Droom. Wat vond je van hem op het middenveld? Nou, hij heeft een goede wedstrijd gespeeld in mijn ogen. Was je verrast dat hij zo makkelijk mee kon gelijk? Nou ja, als je Champions League hebt gespeeld, dan heb je wel bepaalde verwachtingen van een speler. En ik moet zeggen dat hij vandaag een goede pot heeft gespeeld. Dus was ik heel tevreden mee om die voor me te hebben. Conclusie, een geweldige voetbalavond in Heerenveen. Ja, koud, maar wel, ik denk dat de supporters warm zijn geworden van het spel vanavond.